Welkom allemaal bij weer een nieuwe aflevering van de Lockdown. De laatste in de serie van Linkse Blik op de Nederlandse geschiedenis. En dit keer ben ik heel blij om Pepijn Barendon te mogen verwelkomen. Pepijn is assistent professor geschiedenis aan de VU in Amsterdam. En ook senior researcher aan het IISG. Afgelopen jaren heeft hij ook gewerkt aan de universiteiten van Pittsburgh, maar ook Harvard. En zijn lijst met publicaties van de afgelopen jaren is te lang om op te noemen. Heel veel academische publicaties, met name de afgelopen 10 jaar. Maar ook in 2006 begon het al met de vertaling van Rosa Luxemburgs Hervorming of Revolutie. Een boekje dat nog steeds wat te krijgen is, volgens mij voorlopig vooral tweedehands. Maar heeft in die afgelopen 15 of misschien wel 20 jaar enorm veel gepubliceerd over allerlei marxistische vraagstukken. Met name in academische vormen over oorlog, staatsvorming, kapitalisme, arbeidsrelaties en de afgelopen jaren ook veel over slavernij, het Nederlandse slavernijverleden. Een van zijn grootste publicaties is nog steeds de thesis waar hij op is gepromoveerd aan de UvA in 2013. Onder andere onder begeleiding van Marjolein het Hart, de eerste spreekster in onze serie. Met een proefschrift dat in 2015... werd gepubliceerd als War, Capital and the Dutch State, 1588-1795. En met die publicatie heeft hij meerdere prestigieuze prijzen gewonnen. De paperback versie hiervan bij Haymarket Books uit 2017 is nog steeds te krijgen bij het Fort van Chaco in Amsterdam. Daar zullen we ook een link naar plaatsen in de show notes. Heel belangrijk, Pepijn, en daar kennen sommigen van jullie misschien wel van uit de media, was het afgelopen jaar een van de onderzoeksleiders van het grote Amsterdam-onderzoek naar de rol van de slavenhandel en slavernij in de geschiedenis en rijkdom van de stad. Dus dit boek, en daar zullen we een tweede deel van vandaag nog over komen te spreken. En Pepijn is ook... al heel wat jaar, inmiddels misschien wel 2 decennia, misschien verraad ik dan iets over leeftijd, actief in binnen sociale bewegingen in Nederland. Hij begon al heel jong. Dus al dat gezegd hebben we, heel erg welkom Pepijn. Heel fijn je hier te hebben. Hoe gaat het met je? Hi Jelle, hi Hessel. Hartstikke fijn om hier te zijn. Het gaat goed. Hoe was de corona... periode zitten we natuurlijk nog steeds in. Hoe is het voor jou geweest? Ja, net zo bizar als voor iedereen, denk ik. Ik geef ondertussen druk onderwijs via Zoom. En dat vind ik misschien eigenlijk wel confronterender dan hoe ik dit mijn eigen bestaan beïnvloed. Want goed, ja, je laat hier en daar een veer, maar ik vind het voor studenten heel moeilijk. Deze periode. Ik geef het ze te doen om online zo een hele studie hier te doorlopen. Dat baart mij zorgen. Maar goed, dat gezegd hebben, met mij gaat het verder prima. Ja, nee, dat is inderdaad iets waar sprekers ook horen, dat met name het lesgeven gewoon heel erg zwaar is voor zowel docenten als studenten. Ja, en ik denk toch dat er te veel de houding is, zolang mensen hun punten halen, is het goed. Ik denk dat je toch een soort van holistische opvatting moet hebben over wat onderwijs moet doen voor mensen. En dan is het, zolang je iets leert en daar ook gelukkig van wordt, is het goed. En als die combinatie er niet is, dan moeten we ons denk ik heel veel zorgen maken. En dan moeten we ons vragen stellen en misschien dingen anders inrichten. En daarin denk ik dat er daar zouden we veel beter kunnen doen dan we het nu doen. Exact. Nog genoeg om over door te praten, maar laten we eerst gewoon het woord geven om je praatje te geven over... de politieke economie van slavernij en kapitalisme in de Nederlandse geschiedenis. Volgens mij gewoon eerst wat algemene inleidende opmerkingen van jou en dan vervolgen wij gewoon wat vragen waarop we over verder kunnen praten. Dus Hessel en ik gaan onszelf uit beeld toveren.
En we zien je zo meteen als je klaar bent. Prima. Even kijken hoe dit dan werkt. Ja, jullie zijn uit beeld. En ik hoop dat we straks, als jullie terug zijn, dat we hier een echt gesprek over kunnen maken. En ik wil eigenlijk alleen maar een aantal observaties vooraf doen. De Nederlandse slavernijgeschiedenis die staat natuurlijk uitgebreid in de belangstelling. En daar, daar wordt ook levendig over gediscussieerd in de maatschappij en in de academie. Afgelopen week nog stond in de NRC een groot verzamelinterview met verschillende historici met heel verschillende opvattingen over dat slavernijverleden. Want het zal niemand ontgaan zijn dat Nederlandse slavernijverleden is aanleiding voor vaak heel heftig debat. Maar een van de vragen die daarin eigenlijk niet zo vaak wordt gesteld is: hoe zit het nou met die relatie tussen slavernij en kapitalisme? En dat is interessant op zichzelf, omdat internationaal dat altijd een belangrijke discussie is geweest. En natuurlijk gaat het in de Nederlandse context heel vaak over de economie van slavernij. Hoeveel werd er aan slavernij verdiend en door wie? En ik heb daar zelf ook wel het een en ander over geschreven. Maar de tendens is daar om slavernij simpelweg te reduceren tot een tak van handel. Het gaat dan ook bijna altijd volledig over de slavenhandel. Maar goed, mensen die het nog iets breder nemen, ook de handel in plantagegoederen. Als elke andere tak van handel, zei het dat natuurlijk iedereen erkent dat het hier gaat om een bijzonder vuile tak van handel. Hè, een handel waar grote misdaden aan vasthouden. Maar die neiging om slavernij simpelweg alleen maar als een tak van handel te beschouwen, die leidt ook tot het uitsluiten van een aantal grote vragen. Hoe is die handel dan ingebed in het totale economische landschap van Nederland tussen de 16e en de 19e eeuw? Slavernij, slavenhandel was weliswaar een tak van handel, maar ook een tak van handel die draaide op de inrichting van volledige productiekoloniën, monoculturen in het produceren van consumptiegoederen voor de Europese markt. En dus de inrichting van volledige productiesystemen. Inkadering van die vraag als de vraag wat heeft slavernij te maken met kapitalisme, dwingt om buiten de puur, laten we zeggen, de micro-economische vraag hoe werd er winst gemaakt, grotere vragen over de betekenis van die slavernij te stellen. Hoe vormde slavernij sociale instituties en maatschappelijke verhoudingen? Wat is de relatie tussen slavernij en nieuwe patronen van uitbuiting, onderdrukking en machtsvorming? Het centraal stellen van de vraag over de relatie tussen slavernij en kapitalisme dwingt ons de economie vanuit een meer systemisch perspectief te benaderen. Dwingt ons op het terrein van wat klassiek de politieke economie heet. En dat brengt me bij tot mijn tweede observatie. Want dit gaat voor een deel over het begrijpen van slavernij, maar het gaat ook over het anders begrijpen van kapitalisme. En vooral in de Verenigde Staten leidt dat op dit moment tot hevig en levendig debat, waarin een nieuwe stroming van historici is opgekomen die dat thema, de rol van slavernij in Amerikaans kapitalisme in dit geval, Noord-Amerikaans kapitalisme, centraal stellen. En die worden wel de New Historians of Capitalism genoemd. Het is interessant om op te merken dat het dus niet de New Historians of Slavery zijn, maar de New Historians of Capitalism. Slavernij brengt ons hier een ander begrip van de werking van kapitalisme als systeem, dat afwijkt van mainstream benaderingen van de geschiedenis van kapitalisme, als noodzakelijk verbonden met
vrije arbeid, vrije loonarbeid, als primair een systeem van spectaculaire groei van markten en mogelijkheden, en natuurlijk in zijn meest ideologische vorm, de geschiedenis van kapitalisme als een geschiedenis van vrijheid. Tegenover die benaderingen is het binnenbrengen eigenlijk van de geschiedenis van slavernij natuurlijk automatisch een vorm van kritiek. Maar het is niet een vorm van kritiek die vreemd is aan de langdurige discussies over de aard van het kapitalisme die al vanaf de 19e eeuw worden gevoerd. En daarin is het goed om ons te herinneren dat politieke economie als een benadering ten eerste niet precies hetzelfde betekenen als wat we nu vaak verstaan onder economie. En zeker niet als de micro-economische benaderingen die nu dominant zijn in de meeste economische faculteiten. Politieke economie ging over meer dan de economische vraag hoe ontstaan functionerende markten? En wat zijn dan de mechanismes voor de werking van de markt als verdelingsinstrument van schaarse middelen? Politieke economie, zoals het ontstond aan het einde van de 18e en in de 19e eeuw, ging over maatschappelijke ordening. En de plaats die het economische leven, de productie van goederen en hun verdeling, en daarmee ook de verdeling van rijkdom, inneemt in het maatschappelijke leven. Politieke economie was dus een veel bredere studie vanaf zijn begin. En het is bekend dat Adam Smith bijvoorbeeld, gezien als de grondlegger van deze wetenschap, niet alleen maar schreef over de Wealth of Nations en over de rol van arbeidsdeling in economische ontwikkeling en economische groei, maar ook schreef over moraalfilosofie. Een tweede belangrijk punt daar is dat dit, dus de politieke economie ging over de ordening van de wereld, de ordening van de maatschappij, op een moment dat tegelijkertijd slavernij een heel belangrijk onderdeel was van die ordening. En op een moment dat slavernij grootschalig ter discussie kwam te staan. En daarbij moeten we altijd in ons achterhoofd houden. Slavenmaakten zelf stelden op allerlei manieren slavernij altijd ter discussie. Maar het gaat erom dat nu, aan het einde van de 18e eeuw, de discussie over de rechtvaardigheid van de slavernij ook in Europa doordrong. En zich vertaalde in grote bewegingen voor de afschaffing van de slavernij. De verschillende klassieke politieke economen verhielden zich tot die discussies. Vaak in de vorm dat ze zeiden, het woord kapitalisme gebruikt ze niet in die periode. Maar dat ze economische groei, een goede ordening van de economie, associeerden met wat zij vrije arbeid noemden, namelijk loonarbeid. Jezelf kopen voor een loon, waarbij ze die loonarbeid eigenlijk zagen als een soort van verlengde van alle andere normale marktactiviteiten. Dus de loonarbeider was eigenlijk een soort van kleine ondernemer die toevallig zijn eigen werk verkocht. En dat in vrijheid en volgens contract moest kunnen doen. Tegelijkertijd waren deze mensen zich er ook wel van bewust dat daar dat die ordening lang niet overal op de wereld bestond. En heel veel ervan hadden ook manieren om te rechtvaardigen dat in een koloniale context die vrije loonarbeid niet dominant zou kunnen zijn. En gebruik zou moeten worden gemaakt van grootschalige vormen van controle en dwang. Maar goed, die discussie, hoe hangt slavernij dan samen met een goede ordening
van de economie. En uiteindelijk, hè, vertaald in hoe hangt slavernij dan samen met kapitalistische ontwikkeling. Die leefde dus heel sterk onder die politieke econoom. Maar dat deed het vaak als een min of meer theoretisch vraagstuk en een soort van definitievraagstuk. En daar dragen we nog steeds de erfenis van mee. En de discussie over het wel of niet kunnen samengaan van slavernij en kapitalisme is dus heel vaak een tamelijk abstracte discussie. En een discussie die gevoerd wordt in absolute. Dan wel, slavernij is bijna een soort van onlosmakelijk verbonden met kapitalisme. En dat lijkt mij waar voor lange periodes in de geschiedenis van kapitalisme. Maar niet een algemene wet, anders valt niet te begrijpen hoe voor een aantal belangrijke kapitalistische mogendheden hun grootste economische bloei begon nadat de slavernij was afgeschaft. Dus kapitalisme gaat duidelijk in op sommige momenten wel samen met slavernij en op andere momenten niet. Maar ofwel gaat samen, ofwel ze sluiten elkaar uit, omdat kapitalisme per definitie een systeem is gebaseerd op vrije loonarbeid. Dan wel in een meer ideologische vorm. Vrijheid als zodanig. Nou, en daar komen natuurlijk het belangrijke critici van het kapitalisme kijken. Die zochten naar een benadering van het kapitalisme die historiserend is. Die begrijpt waarom kapitalisme zich als systeem over de tijd ontwikkelt. En mogelijk ook als systeem eindig is. Een daarvan, de bekendste, is natuurlijk Marx. Maar heel veel anderen, ook niet-Marxisten, hebben nagedacht over dat vraagstuk. Hoe past kapitalisme, hoe past slavernij in historisch kapitalisme? En de bekendste daarvan is R. Williams, een belangrijke denker in de Caribische onafhankelijkheidsbewegingen en de auteur van het in 1944 verschenen boek Capitalism and Slavery. En Williams' these was historiserend in de zin dat hij beargumenteerde slavernij was fundamenteel voor kapitalisme in zijn beginfase en slavernij kon worden afgeschaft door kapitalistische staten op het moment dat die meer ontwikkeld, rijker en industrieel geworden waren. En op zichzelf is dat al een aanbrengen van een zekere nuancering en fasering in dat argument over de samenhang tussen slavernij en kapitalisme. En we kunnen daar eindeloos over doorpraten, en dat zal ik niet doen, over alle elementen van het debat dat daaruit volgde. Maar Williams' these wordt vaak zo opgevat. Volgens Williams was slavernij en slavenhandel legde het fundament voor de rijkdom voor kapitalistische staten, Groot-Brittannië concreet in zijn studie. Punt 2, industrieel kapitalisme schafte slavernij af. En daar hebben we ook al eens het gefaseerd, weer twee hele soort van absolute statements over de samenhang tussen kapitalisme en slavernij. Waarbij wat vaak blijft hangen is, industrieel kapitalisme en slavernij gingen niet met elkaar samen. Nou, R. Williams in zijn boek nuanceert dat op een aantal hele belangrijke manieren, en misschien komen we daar later in de discussie nog wel op. Er wordt momenteel gewerkt aan een Nederlandse vertaling, eindelijk na 75 jaar, van het boek van R. Williams, en dan kunnen kijkers dat ook in het Nederlands tot zich nemen. Maar de relevantie hiervan voor het Nederlandse debat is direct.
Want omdat R. Williams zijn boek zo gefocust was op dat moment van de industriële revolutie, was het voor heel veel auteurs die zich in Nederland over deze vraag bogen, wel makkelijk om te zeggen, oké, maar dat is voor Nederland dus niet relevant. Want de Nederlandse industriële revolutie kwam heel erg laat. Hoe zou slavernij daar de basis voor hebben kunnen leggen? In mijn ogen is dat een tamelijk luie manier van redeneren. En houdt het geen rekening met de grote verscheidenheid aan dimensies die aan die relatie tussen slavernij en kapitalisme vasthangen. En dat brengt mij bij mijn derde observatie, de plek van de Nederlandse casus, van het Nederlandse slavernijverleden in deze discussie. En daar wil ik alleen een paar korte opmerkingen over maken. De eerste is dat de rol van Nederlandse ondernemers in de slavernij bestrijkt bijna de hele periode van in ieder geval de transatlantische slavernij. Het begint zelfs voor de oprichting van de Nederlandse staat, toen er al ondernemers uit de lage landen waren, die eigenaar waren van plantages in suikerplantages in Brazilië. Maar neemt meer tastbare vormen aan het einde van de 16e, begin van de 17e eeuw, toen ook Nederlandse ondernemers begonnen te participeren in de slavenhandel, in de transatlantische slavenhandel. En sneller en al op grotere schaal ook in de slavenhandel in Azië. En loopt tot laat in de 19e eeuw. Zoals bekend was Nederland een van de laatste Europese mogendheden die de slavernij in de eigen kolonie afschaften in 1863, met nog een periode van 10 jaar gedwongen arbeid, in ieder geval in Suriname, daarna. Dus loopt het ver in de 19e eeuw. En natuurlijk is de betekenis van die betrokkenheid voor de ontwikkeling van Nederlands kapitalisme niet op elk moment in die periode van 3,5 eeuw of meer hetzelfde. Is hij niet even intens en loopt hij langs verschillende dimensies. Slavernij vervulde in die zin ook heel verschillende functies in het proces van expansie. En natuurlijk het meest direct relateren aan kapitalisme is soort van het hele complex van economische verhoudingen rond de plantage, dat vooral in de 18e eeuw zijn beslag en zijn soort van moderne vorm kreeg. Een plantage als een eenheid van productie, mogelijk gemaakt door Europees kredietkapitaal, ingebed in een systeem van handel en in warenketens die liepen van de Afrikaanse kust tot aan het Europese achterland, het binnenland van Duitsland en het Oostzeegebied. De plantage zelf onderdeel van koloniën die puur georganiseerd waren rond winstbejag. En daar lijkt mij de verhouding tot kapitalistische ontwikkeling het meest expliciet. En dat is over het algemeen de context waarin die discussie wordt gevoerd. Maar slavernij had in eerdere fases ook belangrijke functies als strategisch wapen in verovering. En het sterkste voorbeeld daarvan misschien is is eigenlijk de eerste kolonie die door Nederlandse ondernemers als volledige op slavernij gebaseerde kolonie werd ingericht, namelijk de kolonie op de Banda-eilanden, waar
in 1621 onder Jan Pieters van Koen, zoals bekend, praktisch de hele lokale bevolking dan wel werd over de kling werd gejaagd, dan wel werd verdreven. Om vervolgens het Noord-Muscaat, waar de Verenigde Oost-Indische Compagnie op te doen was, laten oogsten op zogenaamde perken, een ander woord van plantages, dus tuinen, beheerd door Nederlandse perkeniers, die daarvoor tot slaafgemaakte Afrikanen en Aziaten kregen aangeleverd. Natuurlijk diende die verovering een economisch doel, namelijk het veroveren van een monopolie in de handel op nootmuskaat en foelie. Maar de reden waarom gekozen werd voor slavernij, zou ik maar argumenteren in deze context, ging niet primair erom dat er de gedachte was dat slavernij economisch beter zou zijn dan andere vormen van gedwongen arbeid, of makkelijker in te richten dan andere vormen van gedwongen arbeid, maar ging wezenlijk om de absolute controle die een slavernijsysteem Nederlandse ondernemers en de compagnie daarachter gaf over de productiesysteem en de daarbij horende leverantie van specerijen. En slavernij ontnam de lokale bevolking de mogelijkheid, de manoeuvreerruimte, om zaken te doen met anderen dan de Nederlanders. En in die zin functioneert de slavernij hier niet simpelweg alleen maar als een productiesysteem, maar ook als een strategisch wapen in de strijd van de compagnie tegen de lokale bevolking en de strijd van de compagnie tegen Europese concurrenten. Een derde punt, naast de langdurige betrokkenheid van Nederland bij de slavernij en het feit dat dit soort van meer dan één functie had in een proces van kapitalistische ontwikkeling. Een derde punt daarbij dat de Nederlandse casus extra interessant maakt, is dat anders dan voor veel andere Europese mogendheden die vooral investeerden in grootschalige betrokkenheid bij slavernij in de Atlantische wereld en iets minder betrokken waren bij slavernij in Azië, voor Nederland die twee slavernij in die twee delen van de wereld allebei een belangrijke rol speelden. En dat is natuurlijk de afgelopen jaren veel duidelijker geworden in het Nederlands debat. Dus eindelijk ook veel meer aandacht voor slavernij onder de VOC en later in de 19e eeuw in Nederlands-Indië. Onder andere door het werk van Matthias van Rossum hierover. En dat is dat stelt ons in staat om nog over een aantal andere vraagstukken na te denken. En ook het feit dat die bijdrage van slavernij aan kapitalisme niet op elke plek in de wereld per se hetzelfde georganiseerd hoefde te zijn. In de loop van de tijd werd de plantage de dominante productieeenheid in belangrijke Atlantische koloniën van Nederland, vooral Suriname, Essequibo, Demerara en Berbice. In de delen van Azië was de plantage ook centraal in de productie, maar lang niet in alle. Slavernij kwam veel voor in de context van kleinschalige, door Aziatische ondernemers georganiseerde productie, waar de VOC alleen maar afroomde. Met andere woorden, het model van winst maken uit slavernij was niet wereldwijd homogeen. Het laatste punt dat ik hier wil maken, is dat natuurlijk als het gaat om het vraagstuk over de bijdrage van slavernij aan kapitalisme, dat heel vaak als een puur economische kwestie wordt beschouwd, maar dat een aantal van de meest interessante inzichten
hierover in de afgelopen jaren in de literatuur niet gaan over die, niet simpelweg gaan over die economische kant, maar daar breed omheen kijken. Slavernij was niet alleen een economisch systeem, slavernij was ook een systeem van sociale ordening en was een vorm van brute gewelddadige massa-uitoefening. Een vorm van brute gewelddadige massa-uitoefening waar, die tegelijkertijd draaide om absolute commodificatie, het tot waarmaken van alles in dat systeem. Niet alleen de producten die slaafgemaakte produceren, maar zelfs de persoon van de slaafgemaakte zelf werd getransformeerd in een waar. Dat creëerde vormen van boekhoudkundige logica die eigen zijn aan kapitalisme. En stimuleerde systemen van ordening. Systemen van ordening van de natuur, systemen van ordening van productie en in dit geval systemen van ordening van mensen. Juist in de 18e eeuw, juist op momenten dat het systeem tegelijkertijd een staat van rijpheid kreeg in zijn functie voor zo'n Europese economische expansie, en waarin de kritiek op dat systeem steeds explicieter werd, ontwikkelden zich daarom ook steeds hardere ideeën over de raciale rechtvaardiging van slavernij. In die zin helpt het stellen van de vraag naar de relatie tussen slavernij en kapitalisme, brengt ook een ander aspect in dat bijvoorbeeld in Noord-Amerika uitgebreid bediscussieerd wordt, maar in de Nederlandse context bijna nooit, namelijk in hoeverre was dat kapitalisme ook in vorm van racial kapitalisme. Hoe fundamenteel was racisme, waar ideeën over de onderschikking van de ene persoon onder de andere op basis van herkomst of de fictie ras, in hoeverre was dat onderdeel van het creëren van deze nieuwe sociale orde. Goed, dat was observatie 3. En dan als laatste observatie, voordat we hierover in gesprek kunnen, is dat nadenken over slavernij als een afgedwongen, gecreëerde, door de staat en ondernemers samengemaakte vorm van sociale ordening, dwingt ook om na te denken over de plaats van verzet. Waar zit hier de agency van de slaafgemaakte? Ik zou zeggen, die agency was er in alles. In alles was er weerwoord, altijd, van de slaafgemaakte. En ik heb vanochtend met mijn studenten gekeken naar bronnen van de Middle Passage, de ontvoering van mensen van de kust van West-Afrika naar de Amerika's. En zelfs in de extreem onderdrukkende omstandigheden van het slavenschip kwamen mensen op voor hun eigen menselijkheid. Dat is er altijd in de context van slavernij. Maar bij elkaar opgeteld leidt dat ook op allerlei plekken en op allerlei manieren tot grootschalig verzet. En dat grootschalig verzet kon de vorm aannemen van massale marronage, weglopen van de plantages in Suriname, en gewapende strijd, vervolgens guerrilla-strijd, van een deel van die marongemeenschappen tegen de koloniale macht. Of van grootschalige slavenopstanden, die ook in het Nederlandse Atlantische Rijk bestonden, en maar vaak zijn vergeten, van de opstand van Tula op Curaçao in 1795 tot de grootschalige opstand in Berbice in 1762-1763, waar binnenkort een prachtig boek over uitkomt van Marjoleine Kars in Nederlandse vertaling. Die opstanden hielpen de druk creëren die van slavernij een omstreden
fenomeen maakte. En die opstanden stelden ook concrete grenzen aan het model van op slavernij gebaseerde accumulatie. Tot het punt waar de revolutie in Haiti en later de vergaande destabilisering van het slavernijsysteem door nieuwe opstanden en door een soort van morele verzet tegen de slavernij in slavenmaatschappijen zelf en in Europa, dat systeem steeds verder onder druk kwam te staan. Nadenken over de verhouding kapitalisme en slavernij dwingt ons na te denken over de plek van agency en van verzet. Het dwingt ons ook na te denken over de erfenissen van slavernij. Ik noemde al nadenken over racial capitalism als fenomeen daarbinnen. Maar er is ook een andere manier waarop die ontzettend belangrijke kwestie van de wortels van racisme, waarin dit die systemische kant, denk ik, van belang is. En dat is om te begrijpen dat met de afschaffing van slavernij niet simpelweg dit hoofdstuk in de geschiedenis van het kapitalisme was afgesloten. Dat de afschaffing van slavernij eigenlijk voor alle Europese landen samengaat met een uitbreiding van hun koloniale rijk, valt in een periode van koloniale expansie, niet van koloniale krimp. En in de discussies over de afschaffing van de slavernij en over emancipatie speelde daarmee heel fundamenteel de vraag rond welke vorm van ordening moet er dan worden afgedwongen in de koloniale context om te zorgen dat wij aan die koloniale context blijven verdienen. En dat helpt verklaren waarom de afschaffing van slavernij nergens eigenlijk het fundament legde voor een eenvoudige overgang, een makkelijke transitie naar die vrije loonarbeid, waarvan liberale theoretici claimden en claimen dat die fundamenteel is voor kapitalisme, maar bijna altijd de plek bood voor het invoeren van nieuwe vormen van gedwongen arbeid. En daar wilde ik het bij laten voor wat betreft mijn algemene observaties. En ik ben benieuwd naar jullie suggesties, opmerkingen en vragen. Zo. Dankjewel, Pepijn. Ja, heel interessant. Dat was nog uitgebreider en gedetailleerder dan ik had verwacht. Het zou heel moeilijk zijn elk onderdeel ervan eer aan te doen. Daar zouden we heel veel uur voor nodig hebben. Maar we gaan een poging wagen om in ieder geval op een aantal punten wat dieper in te gaan. Eerst nogmaals bedankt. Dit was echt super interessant en zet aan tot nadenken op heel veel vlakken. En ik denk het meest interessante aan je praatje en ook het ongepubliceerde essay dat je ons vooraf had opgestuurd. En misschien wel gewoon het nieuwe denken en schrijven over deze onderwerpen. Dus dat het een veel dynamischere aanpak is dan voorheen. Dus veel minder binaire tegenstellingen, veel minder scherp afgebakende systemen of thema's tegenover elkaar. Kunnen we beginnen met bepaalde dingen wat tastbaarder maken voor de luisteraars, zeker de luisteraars zonder achtergrond in deze geschiedenis. Een voorbeeld wat je bijvoorbeeld noemt in dat essay, en dat vind ik een mooi voorbeeld, is hoe slavernij de politieke economie van Nederland, wat voor impact het daarop heeft. En als voorbeeld geef je bijvoorbeeld hoe de eerste West-Indische compagnie in 1674 failliet gaat. Die decennia daarvoor poging doet
gedeeltelijk succesvol om delen van Brazilië te veroveren. Daar plantages met slavenhandel op te zetten en winst uit te halen. Maar dus in 1674 failliet gaat. Wat een excuus zou kunnen zijn om te zeggen, kijk, het had allemaal uiteindelijk weinig impact. Maar tegelijkertijd werden er wel enorm veel privéhandelaren rijk. Er werden allerlei netwerken uitgebouwd, handelsroutes verstevigd of gedeeltelijk overgenomen van andere mogendheden. Het aandeel in de internationale goederenhandel uitgebreid en ook gedeeltelijk overgenomen van andere rijken. Dus het heeft zo'n vrij afgebakend onderwerp lijkt alsnog een vrij uitgebreide impact te hebben die moeilijk te traceren is, maar wel heel belangrijk is. En niet echt zich niet echt leent voor een binaire aanpak van oké, hebben Nederlanders daar heel veel winst gemaakt? Nee, ze zijn failliet gegaan. Maar uiteindelijk is de impact dus heel anders. Ja. Waar dit mee te maken heeft, is dat elke nationale historiografie, elke soort van elk land dat zijn eigen geschiedenis schrijft, heeft daarin zijn eigen fetiches, heeft zijn eigen vaststaande elementen die daarin terug worden komen. En in de Nederlandse, zeker economische geschiedenis van de 17e en 18e eeuw, is dat natuurlijk de West-Indische Compagnie en de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Die handelscompagnieën staan compleet centraal, traditioneel, in de geschiedschrijving van een soort van de Nederlandse expansie. En dat is ook omdat ze daar een hele belangrijke rol in spelen. Opgericht als monopoliemaatschappijen met de zegen van de staat. En dus kijken naar die handelscompagnieën stelt je in staat om een deel van die geschiedenis van expansie te begrijpen. Wat het je niet goed helpt te begrijpen, is wat de rol is vervolgens van private ondernemers die bij die compagnieën betrokken zijn, voor een deel onder de duif schieten van die compagnieën, hè, de monopolieregels omzeilden. Er bestond een wereld voor beide compagnieën. En die wereld, die zeker het publieke debat, is daar natuurlijk heel erg weinig zicht op. Want voor het publieke debat, slavernij gaat over het optreden van de West-Indische Compagnie, voornamelijk. En dan weten we nu dat de Verenigde Oost-Indische Compagnie daar ook een rol in speelt. Het voorbeeld dat je noemt van Brazilië geeft heel goed aan waarom je dat, zeg maar, complexer moet begrijpen. En historici die schrijven over Nederlands Brazilië, die weten dat overigens al heel erg lang. Hè, want in die literatuur komt dat heel erg goed ook terug. De pogingen van de West-Indische Compagnie in Brazilië te veroveren werden namelijk voortdurend ondergraven, doordat er al een levendige handel van privéhandelaren bestond met de Portugese kolonie. Dus er was een handel buiten de West-Indische Compagnie om. En er was voortdurend getouwtrek, inclusief getouwtrek tussen de verschillende kamers van de West-Indische Compagnie zelf, binnen de compagnie, over of private handelaren zelf hun handeltje mochten houden, of dat allemaal moest worden ondergebracht bij de WIC. Daarover was continu conflict. De korte samenvatting hiervan is dat dus een boekhouding, een winst- of verliesrekening van de West-Indische Compagnie alleen, vertelt je niet zoveel over de Nederlandse winsten in Brazilië. En daarvoor moet je ook de suikermarkt buiten de West-Indische Compagnie bekijken. En moet je kijken naar alle soort van private kapitaalstromen tussen Nederland en Brazilië die er bestonden. Voor een deel de samenwerkingen tussen Portugese handelaren en Nederlandse handelaren om de compagnie heen. Op dezelfde manier, de Verenigde Oost-Indische Compagnie deed aan slavenhandel op een relatief kleine schaal, vergeleken met de West-Indische Compagnie. Matrozen, kapiteins, officieren en gouverneurs van de Verenigde Oost-Indische Compagnie deden op private titel op grote schaal mee aan de slavenhandel. Het zit alleen niet in de VOC-boekhouding als zodanig, hè, maar is een andere geldstroom.
En dus uiteindelijk, en dat is een argument dat ik, dat ik wel vaker naar voren breng, slavernijgeschiedenis wordt vaak gezien als een soort van, dit is een niche, een onderdeeltje van de Nederlandse, dan in dit geval, economische geschiedenis. Maar goed kijken hoe die slavernij werkte en wie daaraan verdiende en hoe, dwingt je brede vragen te stellen over hoe was überhaupt soort van die Nederlandse expansie georganiseerd, hoe waren de compagnieën georganiseerd, hoe zat de Nederlandse economie in de vroegmoderne tijd in elkaar. En daarmee is het niet zozeer compagniesgeschiedenis, het is Nederlandse economische geschiedenis. Hessel, heb jij hier nog vragen over? Ik heb nog wel een aantal vragen, maar... Nee, ga maar even door hoor, ik denk... Ja, dacht ik al, we hadden het vooraf besproken. Jij komt het tweede deel vooral aan bod. Een ander interessant onderwerp hierbij, denk ik, of in ieder geval wat je in het publieke debat vaak ziet terugkomen en waar de afgelopen jaren ook, onder andere door jezelf en door Matthias van Rossum en Karwan Fatah Black over is gepubliceerd, is inderdaad de algemene grote vraag van oké, nou, hoeveel impact heeft de slavernij en de slavenhandel dan gehad op de Nederlandse economie, hoeveel winst werd eruit behaald, wat door conservatieve historici heel lang is afgedaan als relatief marginaal. En hoe moeten we die vraag behandelen als we daar toch naar kijken? Eén voorbeeld dat je, volgens mij, heb ik uit een artikel van jou zelf en Ulbe Bosma, en de berekening volgens mij is dat in 1770 de impact op de Nederlandse economie van slavenhandel en slavernij, of het aandeel daarvan ongeveer rond de 5,2% ligt. En ik denk dat voor sommige mensen dat relatief weinig klinkt. Van, oh, dat is, ik had het misschien wel hoger verwacht, zeker onder critici. Maar wat jullie voor mij goed doen is je stelt dat tegenover voorbeelden van vandaag de dag. En dat staat ongeveer gelijk aan wat de hele digitale economie, inclusief Silicon Valley in de Verenigde Staten is. Ja. Of de hele Rotterdamse haven in Nederland op dit moment. Ja. Ik wil twee dingen hierover zeggen. De eerste is dat cijfers zijn volgens mij belangrijk in deze discussie. Ze zijn niet zaligmakend en het Nederlandse slavernijverleden valt niet te reduceren tot een balans winst of verlies rekening. En er is terecht in het verleden wel de kritiek geuit. Voor Nederland lijkt het slavernijverleden alleen maar belangrijk als er een vette pot geld aan verdiend is. En zolang dat niet het geval is, doet het er niet zoveel toe. Ook al werden er 600.000 mensen op Nederlandse schepen de Atlantische Oceaan over gevoerd. Kritiek, daar kan ik me enorm in inleven. En tegelijkertijd was het doel van degene die dit systeem opzetten, was eraan te verdienen. En daar is natuurlijk heel erg lang gezegd, ja goed, maar dat deden ze niet, want het stelde allemaal niet zoveel voor. In mijn ogen op basis van een nogal selectieve vorm van boekhouden. Waarin eigenlijk nou goed, bijna alleen maar naar de slavenhandel werd gekeken, dan naar de slavenhandel. Tamelijk selectieve momenten, voorbeelden daarvan. En in dat grotere project waar Bosma en ik op basis daarvan onze berekening hebben gemaakt, probeerden wij dit in de volle breedte te bekijken. En dan heb je vervolgens een discussie. Is 5% veel of weinig? Waarbij de functie van het Rotterdamse haven-argument en de digitale economie-argument in dat artikel eigenlijk niet zoveel meer is dan zeggen, dan het gevoelsargument weer leggen. Nou, ik vind 5 niet zo'n groot getal. Huh? Dat is als economische redenatie niet zo indrukwekkend. 5% van een nationale economie. Dat is echt wel aanzienlijk. Maar hoe aanzienlijk, dat is natuurlijk niet te beantwoorden op basis van de vraag of je 5 veel of weinig vindt,
Maar dan moet je een bredere context bekijken. En daarom eindigt die berekening van ons ook niet bij zeggen, ja, dit is 5% van de nationale economie. Maar wat we eigenlijk wilden weten is, hoe is die 5% ingebed in de economie? En ik denk dat pas je een zicht geeft over het gewicht daarvan. Dus om het bij de cijfermatige kant te houden, wij zeggen niet simpelweg slavernij had een gewicht van iets meer dan 5,2% of had een gewicht van ruim 5% in het BNP van Nederland in 1770. Maar die 5,2% was een uitdrukking van het feit dat juist in de provincie Holland, de rijkste provincie, een veel grotere sector was. In Holland gaat het om meer dan 10% van de economie. Die 10% was omdat in de handel van Holland, de belangrijkste tak van sport waar Holland aan deed, in de handel het gewicht zoveel groter was. Bijna een kwart van de waarde van de Nederlandse import en export in deze periode was op slavernij gebaseerde goederen. Dus voor de handelssector was dit fundamenteel. En daarmee was het ook een van de weinige sectoren die dynamiek genereren in die vroegmoderne economie. Want we argumenteren dat tussen het einde van de jaren 1730 en het einde van de jaren 1770 40% van de economische groei die er nog wel degelijk was in de provincie Holland in deze periode, dat 40% van die groei die er was gegenereerd werd door de slavernijsector, de Atlantische slavernijsector. En dan hebben we het nog niet over wat er in Azië gebeurt ondertussen aan slavernij. En in die context is het argument 5%, ja, 5% is veel. Ja. Mooi woord. Hersel, zullen we doorgaan naar het Amsterdam-onderzoek en de huidige context in Nederland? We zijn om 3 kwartier bezig, zie ik. Ja. Ik kan nog heel veel hierover vragen, maar dan wordt het erg lang. Ja, het is erg interessant, maar ik denk inderdaad de koppeling naar het heden te maken, dat het een mooi punt is. Je zegt een aantal van de meest interessante inzichten gaan verder dan de economische. En je noemt dan de machtsuitoefening en de commodificatie die plaatsvindt. En de vraag ook welk systeem na de slavernij, welke vorm van ordening na de slavernij plaats moet vinden. En dat daarmee ook de verharding en de raciale rechtvaardiging in de 18e eeuw eigenlijk toeneemt. Dus dat was ook een vraag waar ik van tevoren mee zat. Hoe komt onze visie op het slavernijverleden voort uit ons zelfbeeld? En hoe heeft het slavernijverleden ons zelfbeeld helpen vormen? Ik denk dat vanaf dat ik een beetje politiek actief ben, tijdens de VOC-mentaliteit uit speeches van Balkenende tot aan nu Thierry Baudet, die de VOC en onze helden zo fanatiek verdedigt. Jij hebt hier ontzettend veel onderzoek naar gedaan. Kun jij hier ons wat over vertellen? De relatie tussen ons zelfbeeld en ons slavernijverleden? Ja, nou goed. Wat dat betreft is dit Amsterdamse onderzoek. Dat leidde tot dat boek dat je eerder omhoog hield. Hè? De slavernij in Oost- en West- in Amsterdam onderzoek dat ik samen heb geredigeerd met Bruno Jones en Nancy Jouwe en Matthias van Rossum. Dat gaat natuurlijk voor een deel over kantelend zelfbeeld. Weliswaar niet het Nederlandse zelfbeeld, maar het Amsterdamse. Maar daar zit een aardige overlap in. Waarbij natuurlijk dat in het Amsterdamse zelfbeeld, ja, wat is Amsterdam voor stad? Een wereldstad. Een stad van handel, een stad van tolerantie en van vrijheid. Een populair boek van Russell Shorto, Amsterdam, the most liberal city of the world. En dat is natuurlijk het beeld dat Amsterdam van zichzelf heeft en altijd over zichzelf heeft uitgedragen.
Het is ergens het beeld dat, nou ja, minus de tolerantie, want daar waren ze in die tijd niet zo van, maar in de 17e eeuw wilde Amsterdam zichzelf wel degelijk presenteren als dat centrum van de wereld. Nou, eigenlijk, ons argument is, daar hoort slavernij onlosmakelijk bij. Dat kan je daar niet uit wegdenken. En dat dwingt je eigenlijk pas om dan echt na te denken over, goed, waar lagen dan de grenzen van vrijheid, tolerantie enzovoort. Het is eigenlijk een dwang om na te denken over de contradicties hiervan. Want het is natuurlijk één ding om te zeggen, nou goed, die tolerantie die ging niet zo ver. En ik denk ook dat dat waar is, overigens. Dat historisch onderzoek dat goed laat zien. Maar in feite moet je nadenken over hoe konden die dingen dan samengaan. Die openheid voor de wereld aan de ene kant. En de claims op soort van, wel degelijk op een, de claim op vrijheid. En aan de andere kant een grootschalige betrokkenheid in slavernij. En voor een deel komt daar dat vraagstuk over racialisering eigenlijk ook wel heel snel al in. Want fundamenteel denk ik dat elke vorm van slavernij gebaseerd is op specifieke rechtvaardigingen over waarom de ene mens tot slaaf gemaakt kan worden en de andere niet. Die hoeven niet altijd even expliciet gemaakt te worden. En dat is denk ik ook een constante dat je, die je kan waarnemen. Dat de momenten waarop die rechtvaardigingen het meest expliciet gemaakt worden, zijn de momenten van de scherpste kritiek op dat systeem. En dan zijn mensen gedwongen om uit te leggen waarom de ene mens wel en de andere mens niet. En hier komt dan een tweede belangrijk punt in je punt over het zelfbeeld. Want voor veel mensen die zullen zeggen, goed, maar we wisten eigenlijk wel dat er allerlei nare kanten waren aan die handel in de 17e en 18e eeuw. Dat was ook een andere tijd. Nou, dat komt er dan vaak achteraan. Maar goed, de zwarte bladzijde in de geschiedenis. Het punt aan zwarte bladzijden is dat je ze omslaat en dat je dan alleen nog maar witte bladzijden. Dat je dan weer op de witte bladzijde bent. Terwijl de interessante vraag is, juist, hoe zijn die met elkaar verbonden? Maar een ander aspect is dat het dus heel erg gekoppeld is aan een ver weg verleden. Dit hoort bij Nederland in zijn wordingstijd, dus hoort bij de 17e en de 18e eeuw en niet bij de moderne tijd. Hè? Het is verleden, maar het is vervolgens afgesloten in onze ontwikkeling naar een moderne samenleving. En daar is eigenlijk die 19e eeuwse slavernijgeschiedenis wordt pas echt zo belangrijk. Omdat dat je ermee confronteert dat er de overgang naar een moderne tijd en de overgang naar een soort van nieuwe democratische versie van de grondwet enzovoort, dat allemaal niet in een tijd valt waarin slavernij werd afgeschaft, maar in een tijd dat mensen met hand en tand afschaffing van de slavernij aan het voorkomen waren. Slavernij is laat 19e eeuws geschiedenis voor Nederland. En dat brengt je dus heel erg, laten we zeggen, dat brengt je in de moderne tijd. Dan hebben we het niet over de VOC en de West-Indische Compagnie. Dan hebben we het over, het nieuwe koloniale mysterie dat resulteerde onder de kroon verantwoording moest afleggen in de Tweede en Eerste Kamer. Hè? Dan, die partijen discussiëren over de inrichting van slavernij. Hoe is eigenlijk de ontvangst geweest nu toe van het onderzoek dat jullie hebben gedaan? Je hebt het in een hele korte tijd heel veel mensen bijeengebracht. Het is voor mij minder dan een jaar geleden iets meer dan een jaar geleden dat de opdracht vanuit de Amsterdamse gemeenteraad kwam. Ja, we hebben in minder dan een jaar dat boek geproduceerd. En dat kon natuurlijk alleen maar omdat er heel veel onderzoek wordt gedaan naar slavernij. Ja. En omdat we met 40 mensen, acteurs konden samenwerken die daarover publiceerden. Soms dingen die ze al decennia aan het doen zijn. En soms echt soort van onderzoek dat
dat nog maar net gaande is. Een van de auteurs begon haar PhD-onderzoek hiernaar, terwijl ze ons de drukproeven opstuurde. Hè. Dus dat is ook heel vers onderzoek, heel nieuw onderzoek. Maar dat onderzoek is dus heel breed. En daarin zou ik zeggen, waait ook echt een andere wind dan er 20, 30 jaar geleden waaide. Er is een andere, er is veel meer kennis over slavernij. En er is een andere maatschappelijke behoefte naar die kennis. En dat zorgde er ook voor dat, nou goed, wat mij betreft, het boek verbazingwekkend goed ontvangen werd. Hè. Onze conclusies zijn overal overgenomen. Eigenlijk niemand die zei, nou ja, deze conclusies kun je op basis van dit boek niet trekken. Ik denk ook dat het heel moeilijk is om op basis van dit boek iets anders te concluderen dan dat die Amsterdamse betrokkenheid grootschalig en divers en wereldwijd en langdurig was. En dat die nawerking heeft. Hè, dat het niet simpelweg afgelopen was in 1863 of in 1873. Dat werd op basis van het boek zo vanzelfsprekend gevonden dat ik geloof dat zelfs de Telegraaf en de Elsevier letterlijk onze conclusies hebben afgedrukt. Nou, dat verbaast me wel een beetje. Maar dat laat denk ik ook zien dat het aanvechten van het belang van slavernijgeschiedenis voor de Nederlandse geschiedenis als zodanig is eigenlijk een soort van achterhoedegevecht, intellectueel gezien. Je moet de hele kennisontwikkeling van de afgelopen 20, 30 jaar overslaan om nog op dat standpunt te blijven hangen. Dus wetenschappelijk gezien zou ik zeggen, hebben we een enorme stap vooruit gemaakt. Maar tegelijkertijd, wat ik zeg, mensen willen het weten. En dat kan ik zelf niet loszien van het grotere bewustzijn over de impact van racisme op de Nederlandse samenleving en de aanwezigheid van racisme in de Nederlandse samenleving. Ik kan het niet loszien van Black Lives Matter en ook in Nederland grootschalige protesten om Black Lives Matter in de afgelopen zomer. Ik denk wel degelijk dat er ook in dat opzicht een omslag is. Maar goed, elke omslag leidt ook tot reactie. En dat zien we natuurlijk ook van racistische incidenten waarin het slavernijverleden een rol speelt. We geven in het boek het voorbeeld dat tijdens de Black Lives Matter protesten het beeld van de tot slaaf gemaakte Eliezer op de Joodse begraafplaats is beklad met White Lives Matter. Het is niet Black Lives Matter die een relatie hier creëert tussen slavernijverleden en hedendaags racisme. Hier in dit geval zijn het de racisten zelf die White Lives Matter kunnen sprayen op het standbeeld van een dode Afrikaanse slaaf gemaakt. Die maken de link. Die laten zien dat de link bestaat. Maar goed, dus van individuele incidenten tot aan de backlash die er ongetwijfeld zal komen als er straks in de gemeenteraad van Amsterdam gediscussieerd wordt over of je aan onze bevindingen ook zou moeten koppelen dat er excuses gemaakt worden voor slavernij. Goed, dat hebben we natuurlijk in alle opzichten kunnen zien en ook aan de discussie over Zwarte Piet. Zelfs als je vaststelt dat die link met racisme en de link met slavernij aanwezig is, dan beëindigt dat niet het gevecht daarover in de publieke ruimte. Loopt Nederland hierin achter? Ik denk qua discussies, dat er in de Verenigde Staten bepaalde in ieder geval discussies over het slavernijverleden decennia geleden al werden gevoerd die nu pas hier komen. Maar zo'n onderzoek vanuit de gemeente, en volgens mij volgt Rotterdam nu ook. Is dat er veel andere plekken gebeurd? Ja, Rotterdam was eerder dan Amsterdam, maar heeft net later de boeken gepubliceerd. Maar Rotterdamse boeken zijn ook gepubliceerd en zijn prachtig. Een boek van over slavernij is Rotterdam in slavernij van Alex van Stipriaan. En van harte
aanbevelen. Echt een heel belangrijk boek, denk ik. Ja, dat zijn opvallende stappen. Niet uniek, hè. Er zijn meer plekken op de wereld waar dit soort stappen zijn gezet. En het wordt ook wel eens vergeten dat Ghana al excuses heeft aangeboden voor de rol van een deel van de Ghanese elite in de slavenhandel. Hè. Dus er wordt vaak gezegd, ja goed, waarom moeten wij dat dan alleen doen? Maar ook in dat opzicht is het natuurlijk een ongeïnformeerd argument. maar wat mij zelf veel meer interesseert is die diepte-discussie, de fundamentele discussie, over wat betekent dit dan voor het eigen verleden en wat betekent het voor het heden. En daarin zou ik zeggen dat inderdaad de wetenschap in de Verenigde Staten enorm voorloopt. Dat daar veel langer al over na is gedacht. Voor een deel ook onder druk van de Civil Rights Movement, al in de jaren 60. Zoveel meer discussie over ziet en zoveel diepgang. En daar moeten we nog altijd een inhaalslag op maken. En het feit dat er überhaupt gepraat kan worden in het publieke debat over ras en racisme is daarin denk ik een fundamenteel kantelpunt. En dat is heel recent op het niveau van anekdote. Wij hadden onze inleiding, de eerste draft die werd voorgelegd aan een wetenschappelijke begeleidingscommissie, hadden wij net klaar en opgestuurd op 1 juni. Dus op de dag dat er op de Dam die eerste grote Black Lives Matter demonstratie was. En in die draft stond nog, ras en racisme. Dat zijn woorden, termen die in het Nederlands debat eigenlijk nauwelijks gebruikt worden. En dat is een barrière voor de discussie. Vervolgens moesten wij de inleiding herschrijven in een maand, op basis van de advies ook van de begeleidingscommissie. Maar dat gebeurde in een maand waar op de voorpagina van elke krant dikke koppen over racisme stonden. En de premier van Nederland zei dat er sprake is van systemisch racisme in Nederland. Wij hebben daar een aantal dingen toch wel wat anders geformuleerd. Maar zo recent is die omslag eigenlijk. Ja, ook op niveau van anekdotisch te blijven. Ik denk dat ook voor heel veel mensen, zeker mensen met jaren ervaring in activisme, die demonstratie ook echt als een soort kantelpunt voelde. Het was echt een soort uniek iets dat ik naar de Dam fietste. En ik dacht, nou, het is belangrijk, dus we doen het maar, ondanks corona, dit is zo belangrijk. Ja. We zullen wel weer met 200 mensen op de Dam staan. Ja. En tot mijn verbazing, vanaf het Weteringscircuit zie ik tientallen, honderden mensen om me heen fietsen. Ik dacht, wat gebeurt hier? Ja. En die kwamen van alle kanten. En op de Dam stonden met geen flauw idee hoeveel mensen. En iedereen die ik sprak was totaal verbaasd. Maar het was echt geweldig. Ja. Enorm impact had dat. Nou ja, ik had dezelfde ervaring. Precies ook hoe je het beschrijft. En inderdaad, je er naartoe slepen. Ondanks ook wel de angst. Ik bedoel, wij kwamen net terug uit de Verenigde Staten op dat moment. En kwamen dus min of meer uit quarantaine. Zouden nooit zomaar een grote mensenmenigte hebben opgezocht op dat moment. Maar goed, toch daar met je mondkapje op en ergens aan de rand van de Dam. Van een bomvolle Dam. Goed, ik laat van alles zien. Over de snelheid van de omslag, ook denk ik toch ook iets over hoe traditioneel links in Nederland niet de vinger aan de pols heeft, als het gaat om hoe erg dit thema leeft en hoe een soort van dit gevoeld wordt in gemeenschappen van kleur. Zeker zwarte gemeenschappen, maar lang niet alleen, want ik denk dat een van de belangrijke karakter eigenschappen van deze demonstratie was dat ze daadwerkelijk heel gemengd waren. Dat er ook heel veel
mensen met een Arabisch of Turkse migrantenachtergrond waren. Simpelweg vanwege de realiteit van racisme in Nederland. Ja, ik heb nog wel een denk ik afsluitende vraag. En ja, twee delen eigenlijk. Het eerste is wat, kun je wat korter antwoorden, maar zijn er bepaalde delen van onze herinneringscultuur die je het liefst veranderd zou zien? En hoe dan? Want je sprak kort over verzet. Dus bijvoorbeeld meer straatnamen vervangen naar verzetsleiders uit die tijd of zo. Dat kort. En dan breder, wat zijn nu volgens jou de belangrijkste vervolgstappen die gezet kunnen worden als samenleving om hiermee bezig te gaan? Herinneringscultuur veranderen, ja zeker, maar dat zou denk ik op heel veel manieren moeten gebeuren. En er gebeurt ontzettend veel daarin. Ik vind zelf het heel goed en verstandig dat musea niet meer de term gouden eeuw gebruiken. Ja, bijvoorbeeld. Toen ik mijn proefschrift schreef, was het nog tamelijk onoverkomelijk en heb ik netjes overal een proefschrift Gouden Eeuw tussen aanhalingstekens gezet. Met een opening ergens in de inleiding over dat hij goud was voor sommige mensen, maar niet voor, ik noem daar denk ik de slaafgemaakte of de plantages. Maar laten we niet vergeten, ook voor matrozen op schepen die gegezeld werden. Of voor de armen in Nederlandse steden. Hè? Dus wat dat betreft, onze kritiek moet ook al die dimensies in zich herbergen, denk ik. Maar goed, die ontwikkeling lijkt mij heel, heel positief. En inderdaad kan ons dat ook laten nadenken over wie zijn dan, wat zijn de verhalen die je viert in de geschiedenis. Want er zijn ook de verhalen van de afschaffers. Hè? Er zijn ook de verhalen van de mensen die vochten tegen slavernij. En er zijn de verhalen van de mensen die in opstand kwamen op plantages. En er zijn de verhalen van de leiders van de opstand, de opstand in Berbice. Dus het gaat niet alleen maar over het breken van een negatieve associatie met het verleden. Het gaat ook over nadenken over, goed, wat hoort er dan wel bij onze geschiedenis waar je een voorbeeld kan zijn, waar je hoop uit kan putten. Dus dat de eerste vraag. En dat is eigenlijk ook een stukje van antwoord, lijkt mij, op de, op de tweede vraag. Wat moet er nu gebeuren? Heel veel meer onderzoek. Er is een omslag, maar nou ja, voor een deel mijn hele pleidooi waar dit mee begon, gaat over toch nog de noodzaak, verdieping van dit begrip over maar hoe plaatsen we dan dat slavernijverleden in de context van dat bredere Nederlandse verleden. En dat is denk ik, er wordt heel veel onderzoek gedaan naar slavernij, maar de uitdaging is het onderzoek te doen naar hoe slavernij verbonden is met allerlei soort van schijnbaar niet slavernij gerelateerde fenomenen in ons verleden. We hadden het over zelfbeeld van Amsterdam. Hoe werd het vrijheidsbegrip in Nederland gevormd in relatie toe en in contrast met slavernij in de koloniale context? En allerlei manieren gaat het over dit deel maken van het totale verhaal van het verleden. En vervolgens zorgen dat dat deel wordt van ons zelfbeeld. Dat kan. Dat heeft een onderwijsdimensie, dat heeft een tentoonstellingsdimensie en het heeft een zelfeducatiedimensie. Goed, volgens mij laat ik het is daar. Duidelijk. Ja. Ja, mooi. Ik heb nog heel wat vragen, maar we zijn al meer dan een uur bezig. Dus ik denk dat we het hierbij moeten laten. Rest mij enorm te bedanken, ten eerste. Ik denk dat het heel veel aanleiding is tot overdenken van allerlei onderwerpen. En misschien jonge studenten die hier naar luisteren, hopelijk aanspoort ook deze kant op te gaan. Er is nu heel veel ruimte voor dit soort onderzoek. Meer dan als je daar 20 jaar geleden mee begon, denk ik.
Ja, en we denken heel graag verder met studenten over hoe ze daarin soort van echt zelfstandig nieuw onderzoek kunnen doen. Exact. Dus we zullen naar Pepijn's pagina van zijn universiteit linken, dus mail hem. Doe dat zeker. Hij heeft het nog niet druk genoeg. Nou, daarvoor heb ik het nooit te druk. En ontzettend bedankt voor de uitnodiging en voor een leuk gesprek. Ja. Ja, jij ook bedankt. Oké, hartelijk dank. Tot ziens. Tot ziens allemaal.